Kom je Berkje, pak één, hè. Geen voetbal in Hasselt in de beker van België, dus komt Hasselt-coach Nico Papanicolaou naar IJsden voor de Limburgse derby tussen IJsden-Dorp en Houthalen-Genk. IJsden-Dorp in het rood kiest voor de aanval. Gert van Simpson gaat neer in het strafschopgebied. De scheidsrechter twijfelt niet en legt de bal op de stip. Lens Anap zet zich achter de bal en scoort de 1-0. En IJsden zet door. Naïm Abidar bedient Anap en die mist niet. 2-0 na 4 minuten. Anap heeft er zin in. Even dollen met de tegenstander, de combinatie zoeken en mooi afmaken. 3-0 na 10 minuten. Bij Houthalen Genk kunnen ze het niet geloven. Nog geen minuut later volgt het antwoord. Aziz Lagourem met het schot en het staat 3-1. Vlak voor de rust bijna een identieke situatie. Het is opnieuw Lagourem die scoort. 3-2 aan de rust. De eerste 10 minuten denk ik dat we eigenlijk slapend zijn begonnen. En we zijn meteen 3-0 achtergekomen. En dan is het weer natuurlijk knokken voor er terug in te komen en de wedstrijd te komen. Zijn we eigenlijk teruggekomen door 3-2. En we wouden eigenlijk, zal ik zeggen, met lopend werk eigenlijk verschil gaan maken. En dat lijkt te lukken. Alain Stegeman bedient Tariq Akous en die mist niet. 3-3 en alles is te herdoen. Maar IJsden-Dorp is niet onder de indruk. Abidar met de actie en Gert van Simpson scoort de 4-3. Houthalen Genk antwoordt meteen. Tariq Akous werkt de counter koelbloedig af. 4-4 met nog 10 minuten te gaan. Iedereen verwacht een slotoffensief van de bezoekers, maar het is de thuisploeg die komt opzetten. Anap poeiert zijn vierde van de avond in de kruising, 5-4. En wanneer Bart Jansen de 6-4 binnenknalt, is de overwinning een feit. Ik had wel een gevoel dat we gingen winnen, maar niemand wou me geloven. Want ik zei, we gaan winnen. Ja, die geloofden me niet, maar toch, we hebben gewonnen. IJsden-Dorp wint uiteindelijk met 7-4. Het feest duurde ongetwijfeld tot in de vroege uurtjes. Ja.